Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gelukkig nieuw video. Ik ben Nikkie en vandaag neem ik jullie mee naar deel 2 van de in vitro video. En vandaag gaan we het hebben over de praktische kant. Hoe plant je in vitro? Wat zijn de voorbereidingen? En ja, hoeveel zit er nou eigenlijk echt in zo'n plant? Ja, naar aanleiding van vorige video kreeg ik veel vragen over in vitro planten. En dan vooral dus de praktische kant. Zoals in de vorige video al gezegd, komt vandaag dus de praktische kant. Kant van de in vitro planten online. Ik raad echt aan eerst deel 1 te bekijken zodat je goed begrijpt wat in vitro planten zijn, hoe ze anders zijn in verhouding tot potplanten en ja of in vitro iets voor jou is. Maar ben je erachter dat in vitro iets voor jou is, dan is deze video sowieso voor jou. Want hoe plant je nou eigenlijk in vitro? Ja, wat zijn de voorbereidingen van in vitro? Is dat nog anders dan een potplanten? Uh, spoiler alert, ja. En um, ook een vraag die ik heel veel kreeg, Nikki. De planten zijn best wel duurder. Uh, kan dat uit met de hoeveelheid planten die erin zitten? En ook daar ga ik gewoon naar kijken en uh, ga ik jullie naar meenemen vandaag. Ik ga jullie echt meenemen naar ja, dus het voorbereiden, het bekijken van de planten, het planten van de planten en ook een beetje hoe het ingroeit. Al moet ik zeggen dat ze nog niet heel lang in de bakken staan, dus ik kan nog niet heel erg vertellen hoe het ingroeit. Want uh, dat gaat hier ook nog even iets langer duren voordat ik daar helemaal zeker van ben. Maar al met al is het dus gewoon zo dat ik jullie ga meenemen naar alles wat je moet weten over in vitro. Aan het einde van deze video ga ik nog even eens veelgestelde vraag beantwoorden. Die ik ben vergeten te beantwoorden in de video zelf. Maar ik ga jullie nu gewoon lekker laten kijken naar de video, het planten en het hele praktische gedeelte. Heel veel kijk en plezier. Goed, laten we eens echt gaan leren over praktische gedeelten van in vitro planten. Hier zien we een Pogostemon helferi. Het is dat zo dat elke soort echt een beetje anders reageert op het uh, ja, leven van de in vitro cultuur. Een Pogostemon helferi ziet er aan de bovenkant best normaal uit, maar heeft bijvoorbeeld weinig wortels in vergelijking tot potplanten. En zo zie je echt dat ze zich heel erg aanpassen aan het leven van in vitro. En ja, daar reageert elke plant dus een beetje anders op. Dan gaan we door naar het volgende voorbeeld. En hier hebben we een drijfplant. Ik wist niet dat drijfplanten ook in de vitro kunnen. Maar dat kan blijkbaar. Het is dus zo dat deze weer een heel ander soort structuur hebben qua de gel. Het is veel meer vloeibaar dan andere. Die hebben een veel harder soort gel. En zoals eerder ook al gezegd, dat is dus heel erg afhankelijk en aangepast op de plant. En exact, wat die specifieke soort nodig heeft. Hier hebben we dus een naaldgrassoort. En die heeft weer een ander soort structuur. Je ziet dat deze meer wortels heeft in vergelijking met andere planten. En sommige. In vitro-soorten krijgen heel veel meer wortels in verhouding. Sommige in vitro-soorten krijgen juist veel minder soorten in verhouding tot potplanten. En dat is echt een beetje afhankelijk, dus van de soort. Omdat de plant namelijk alle voedingsstoffen die hij nodig heeft, krijgt in de gel, gaat hij zich gewoon anders ontwikkelen. Omdat bepaalde functies anders gaan ontwikkelen. Soms juist over- of juist onder-ontwikkelen, omdat ze meer of minder nodig hebben binnen het in vitro-leven. En dat kan wel eens heel erg uit verhouding lijken. Hier kijken we dus naar Rotala Hara en dat potje zit echt boomvol. En zo zie je heel erg dat eigenlijk in vitro helemaal niet minder planten bevat, over het algemeen veel meer. En hiermee ga je snel een aquarium vol krijgen. Goed, dat zijn de in vitro potjes. Maar hoe plant je ze nou? Wat is belangrijk? Daar gaan we nou naar kijken. Eigenlijk is het heel erg makkelijk. En zoals in de video of met informatie hierover ook al gezegd, zijn ze compleet schoon van alles wat negatief kan zijn voor het aquarium. En is het enige wat je moet doen, de gel eraf halen. En nou ja, in sommige gevallen is het dus vloeibaarder dan in andere gevallen. Um, het is heel erg makkelijk. Je kunt dit gewoon er los van afbreken, wat ik uh, nou ga doen. Maar het is ook zo dat. Dat het op te lossen is in water. En nou ja, het gaat zo makkelijk. Jullie zien het. Het valt er gewoon letterlijk vanaf. Um, je ziet eigenlijk dat de Pokémon-Helferi niet zo gek veel wortels opbouwt. Uh, blijkbaar. Dat is dus met andere soorten anders. Echt elke soort die ontwikkelt zich een beetje anders in, in vitro. Nu goed, wanneer je de meeste gelder af hebt, kun je hem afspoelen onder een beetje lauw water, maar het is ook zo dat het in wat warmer water, een beetje lauw warm water ook gewoon helemaal oplost. Dus dat is wat ik hier nu doe. En dat is echt heel erg makkelijk. En op deze manier is eigenlijk je een vitroplantje gewoon helemaal klaar om geplant te worden. En kun je alle ja, Porties verdelen. Nou, dus in de porties om goed te planten. Uh, waar de planten goed veel ruimte van elkaar krijgen. Om goed te kunnen ontwikkelen in het aquarium. Voldoende licht en voeding te kunnen opnemen. En ja, eigenlijk is het zo simpel. Laten we kijken naar een volgend voorbeeld. Je ziet dat deze soort zich al iets anders gedraagt. Um, het is natuurlijk een kleiner plantje. Maar er zitten heel veel stekjes in dit potje. Um, de ja, gel is eigenlijk wat meer vloeibaar, is allemaal iets zachter. Ik moest heel erg mijn best doen om niks kapot te breken. Het is wel zo dat je met in vitro gewoon erg voorzichtig moet doen. De planten zijn best wel een beetje kwetsbaar. Veel wortels zitten er in deze plant. Um, en dus heel veel porties om snel een aquarium best wel vol te kunnen planten. Zoals eerder al gezegd. Um, het is wel zo dat ja, in vitro planten dus wat kwetsbaarder zijn en heel erg goede omstandigheden nodig hebben om goed aan te slaan. Dus zorg ervoor dat als je in vitro neemt, je er echt voor zorgt... Dat Binnen het aquarium de perfecte omstandigheden hebben om goed aan te slaan. Um, maar dan is het echt een plant die heel snel aanslaat, heel mooi aanslaat. En echt de potentie heeft tot de mooiste planten die, uh, die je kunt bedenken. Um, dit specifieke plantje gaat mijn uh, nano-bak in. Dat is de bedoeling dat het nano aquarium een low-tech aquarium zou worden. En vooral niks ingewikkelds. Maar ja, dat is dus toch. Uh, Plants change en uh, nou gaan er dus ook wat uh, moeilijkere planten in en gaan deze in vitro plantjes erin opgroeien om het zo maar te zeggen. Maar jullie zien het, er zitten best wel wat planten hierin en helemaal wanneer ik het zo meteen ga planten zie je dat het best wel snel een aquarium kan vullen. Wanneer alle planten verdeeld zijn in porties en de gel er helemaal af is, is het dus tijd om te gaan planten eigenlijk plant je in vitro planten net zo als potplanten, dus daar is het niet echt heel erg anders in. Uh, je steekt ze gewoon in je bodem, in je soil, in je iets, whatever je in het aquarium hebt liggen. Zorg ervoor dat ze er goed diep in zitten, zodat ze goed blijven zitten. En op deze manier ga je portie voor portie, ja, de planten planten. Zorg ervoor dat de planten genoeg ruimte hebben om licht en voeding op te nemen. Op deze manier slaan ze het snelst aan. Stengelplanten kun je ook het best Echt stengel voor stengel gaan planten. Dat is helemaal met in vitro wel heel veel werk, omdat het dus heel veel stengels zijn. Daar komen we zo nog op terug. Um, maar het is wel het beste. En op deze manier slaan de planten gewoon wel het snelst aan. En heb je het snelst een vol en mooi bos. Maar ik ga heel eventjes deze clip versnellen, zodat we eens even kunnen kijken naar het eindresultaat van dit. Altijd handig dat bewerken. Het gaat ineens zoveel sneller. Um, maar ja, op deze manier zien jullie dus dat je met één potje al best wel een leuk matje kan creëren. En ik moet inmiddels zeggen dat we twee weken na planten zijn. En dat um, het dat inmiddels er echt uitziet als een leuk matje. Ik zal even straks een foto laten zien ervan. Hoe dit dus uh, na een aantal weken eruit ziet. Hier ook nog een onwijs leuke soort die in het aquarium komt. Een Butefalandra blue green. Um, en het grappige aan deze plant is dat hij echt heel erg veel wortels heeft gekregen in vitro. Het is zo grappig om te zien dat elke soort zich echt een beetje anders aanpast aan het in vitro leven. En ja, blijkbaar had deze soort ja, behoefte aan veel wortels. Want dat zie je vanaf het moment dat ik hem eruit haal. Dat hij echt wel ja, veel wortels heeft zitten. Bucephalandra is echt een leuke soort. Net als mos gaat het heel erg graag op steen of hout. Dus kun je het gewoon op steen of hout lijmen. Daar heb ik ook een compleet aparte video van. Um, maar daar ben ik hier nog mee bezig. Um, en eigenlijk ziet het er wel heel erg leuk uit. Goed, een van de meest gestelde vragen die ik kreeg in de voorgaande video over in vitro was, ja maar Nicky, die planten zijn toch echt veel kleiner, daar zit echt veel minder in. En daarom ga ik jullie even laten kijken naar een aantal clips. Zoals net al gezegd, je kunt in vitro planten schoonmaken door ze in een bakje warm water te doen, maar eigenlijk is ze onder een kraan afspoelen. En het gel er op deze manier heel makkelijk afspoelen. Eh, makkelijker. Het is trouwens niet zo dat het gel per se giftig of is of iets dergelijks, maar omdat er zoveel voedingsstoffen in zitten kan het wel zijn. Um, dat het bepaalde ja, je voedingsstoffenbalans een beetje beïnvloedt. Dus je wil dit liever niet te veel in je aquarium hebben. Want dat zou eventueel in theorie voor wat alg kunnen zorgen. Nu, dit is dus één potje. Um, dit is Rotala Hara dus. Hè. Die is nu groen. Die gaat knauw-knauw rood worden in de juiste omstandigheden. Um, en wat je ziet is dat je echt belachelijk veel porties kunt halen uit één potje. En. Ik verdeel ze nog niet eens super klein. Nu gaat dit mijn 1 meter in, dus best wel een groot aquarium. Maar stel je zou hiermee een nano-aquarium beplanten. Dan heb je je aquarium eigenlijk gewoon vol met puur één potje. En dat is hier ook wat je ziet als ik het een beetje verder verdeeld heb. Dat er echt best wel heel veel planten, heel veel stekjes, veel meer stekjes dan een popplanten zitten in, in vitro. En als ieder met bijvoorbeeld deze Echinodorus rubra. In een potplant heb je één, misschien twee stekjes. Nu heb je wel kleinere planten, maar ik probeer uh, hem nu even te tellen. Uiteindelijk heb ik niet helemaal goed geteld, want het waren nog veel meer stekjes dan ik dacht. Er zaten zeven verschillende stekjes in dit potje. En nu twee weken later staat dat er zo bij in het, het aquarium, Het goede wortels en zo. Next hebben we de Rotala Hara, die we hier weer zien en we net ook al zagen. Dit is slechts helft van het potje. Meer ruimte had ik namelijk niet op deze plek. De rest staat ergens achterin, het aquarium. Maar dat groeit dus enorm goed in. Ook het naaldgras staat er op deze manier bij. Alleen heeft het bakje een klein beetje bruinhoogprobleem. Dus de plant heeft een beetje moeilijk. Maar al met al denk ik dat in vitro planten echt onwijs leuk zijn voor de juiste omstandigheden binnen het juiste aquarium. Goed, zo simpel is het dus. Het is niet moeilijk om in vitro planten te planten. Het is zelfs veel makkelijker om in vitro planten te planten. En vergeet dus niet dat in vitro planten compleet vrij zijn van oog, pesten, etc. Omdat ze echt geïsoleerd van de buitenwereld zijn opgegroeid. En op deze manier geen enkel negatief effect kunnen hebben voor jouw aquarium. Of garnalen of iets dergelijks. Die natuurlijk wel heel erg gevoelig kunnen zijn voor het slakkengif dat gespoten wordt op vele potplanten. Nu is het zo dat ik één ding nog wel eventjes wilde zeggen en dat is het feit dat ook de gel, eh, mensen die zijn vaak bang dat als het iets verkleurt of dat het er iets anders uitziet, dat het dan gelijk betekent dat de plant niet meer goed is. Niets is minder waar. Het is zo dat bepaalde stofuitwisselingen binnen de plant er gewoon voor kunnen zorgen dat eh, de, ja, de gel een ander soort kleur aanneemt. Je ziet vaak bij rotale soorten, soorten die wat roder worden, eh, dat ze bepaalde stoffen afgeven aan die gel waardoor ze bruin worden of donkerder van kleur worden en dat is geen enkel probleem. Ook is het zo dat jullie de hele video doorzien dat ik heel erg voorzichtig ben met de planten. Maar een in vitro plant die er echt verschrikkelijk geschud en raar uitziet, kan nog steeds aanslaan. Het is natuurlijk beter om voorzichtig te zijn met de planten. Maar stel onverhoop, heb jij in vitro die door, war, door de war geschud is door de planten en de gel door elkaar heen zitten, maak je nog steeds geen zorgen. In principe is de in vitro plant gewoon nog. Gezond. En dat is wel wat je heel erg ziet: dat terwijl de plant natuurlijk wel wat kwetsbaarder is, omdat hij op een andere manier is opgegroeid, hij nog steeds best wel heel erg sterk is en ja, veel aan kan binnen het in vitro leven. En het heel erg moeilijk is om die planten dood te krijgen. Ook een vraag die veel gesteld is: ja, hoe lang zijn die in vitro planten houdbaar? En dat is ook veel langer dan popplanten. Potplanten wil je vrij snel echt wel gaan planten. In vitro planten, afhankelijk van de soort, kunnen een hele tijd gewoon in hun bakje blijven. Dat kan soms wel weken duren. Ik heb hier wel eens een plant na zeven weken een keer geplant. Um, het kwam niet helemaal de planten groeien, want op een gegeven moment heeft hij natuurlijk geen licht meer. Of uh, komt het licht niet door tot onderaan de stengels, omdat er zoveel blaadjes bovenop zitten. Uh, waardoor het onderaan geen blaadjes meer heeft of de blaadjes bruin zijn. Allemaal dat soort dingen. Die heb je dan natuurlijk op een gegeven moment wel. Maar maar de plant zelf was in principe gewoon nog gezond. Dus dat is wel heel erg interessant. Uh, ik denk echt dat in vitro planten losgezien moeten worden van potplanten. En losgezien moeten worden van wat wij kennen uh, binnen de plantenhandel. En ja. Hoe normaal gesproken um, bij planten gewoon kopen. Maar ik denk ook echt dat als ik zie hoe de planten hier aanslaan. In vergelijking met popplanten. Het aquarium hier achter mij is natuurlijk best wel recent herplant. En je ziet dat de in vitro planten veel sneller aanslaan dan popplanten. En dat maakt wel dat in vitro zeer aantrekkelijk is voor garnalen aquaria. Maar bijvoorbeeld ook voor dutch cape aquaria. Um, waarmee je gewoon alles in vitro voorplant En binnen drie weken ze gewoon... Helemaal ingegroeid. Nou, oké, okay, helemaal ingegroeid. Net niet. Maar best wel heel erg snel ingroeien. En dat is gewoon echt wel een voordeel van in vitro in vergelijking met potplanten. En jullie hebben ook wel gezien dat in vitro wel duurder is. Dat is absoluut gewoon waar. Um, maar niet per se minder planten in zitten. Absoluut niet. Dus al met al. Als jij de mogelijkheid hebt om in vitro te bieden wat hij nodig heeft om uit te groeien tot een plant waar hij tot opgezet is, echt zoals in de vorige video heel vaak gezegd, de plant is opgezet tot perfectie. En als jij de mogelijkheden geeft aan de plant om door te groeien, ga jij het mooiste plantje met heel veel potentie krijgen binnen jouw aquarium. Um, maar heb jij die mogelijkheden niet? Heb jij niet de mogelijkheden om de planten de perfecte omstandigheden te bieden? Dan zal in vitro niet aan jouw verwachtingen voldoen en zal die ook zeker niet aanslaan zoals die de potentie heeft om aan te slaan. Dus het is een afweging. Um, ben je niet helemaal mee, dan zou ik nog eventjes aanraden deel 1 hiervan te bekijken, waar ik dieper inga in ga op die theorie. Verder wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Laat zeker een duimpje achter als je hem leuk vond. Stel gerust jullie vragen nog in de reacties. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's of livestreams. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een volgende video of livestream. Dus uh, doei! doei!